God zegen, broeders en zusters. God zegen, lieve buren. Als ik mag zeggen. God zegen door Jezus, door God de Vader en door de Heilige Geest. Ik ben blij vandaag hier te zijn met mijn gezin. Het is niet makkelijk voor mij. En ik denk dat jullie begrijpen waarom. Want is de keer toen in Nederlands moeten preken. Maar ik heb deze beslissing genomen om makkelijk te maken voor jullie. Maar ik hoop dat dit wordt makkelijker voor jullie. Hè? Dus graag bidden voor mij om dit boodschap duidelijk te brengen. En dit een zegening te zijn ook voor jullie en ook voor mij. Net als broeder Sam heeft gezegd, ik ben Florin. Ik ben hier met mijn vrouw en mijn kinderen, mijn 4 kinderen. En wij zijn blij om hier te zijn in deze dienst. En mijn hart was opwarmd door de liederen. Door de zegening van onze God. En wij willen kijken en voorbereiden om de woord te luisteren en te ontvangen in onze harten. De woord die is in Efeze hoofdstuk 1. En oorspronkelijk waren versen van 3 tot 14, maar later broeder Sam heeft gezegd, doe maar even ook die andere 3 versen van het begin. En om makkelijker te zijn. Dus we gaan lezen Efeze van hoofdstuk 1, van 1 tot 14. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de heiligen en de gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. Genade zijn u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegenen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons behandigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in hemel als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt, overeenkomstig de raad van zijn wil. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent u ook, nadat u het woord van de waarheid, namelijk de evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Amen.
Vader, dankjewel voor deze dag. Dankjewel dat wij kunnen kijken aan deze woord. Dankjewel dat je heeft deze woord aan ons vandaag gegeven heeft. En wij bidden dat deze woord wordt een zegening voor ons. En dat wij leren jou kennen. En dat wij krijgen deze woord in onze harten voor uw prijs. Amen. Zegening. En ik wil praten vandaag over gezegend te zijn in een tijd als deze. Gezegend te zijn in een tijd als deze. Het is, de brief van Efeze is een bijzondere brief. Ik was een keer in een bidstond en de mensen daar hebben gevraagd iets om te delen voordat wij gaan bidden. En je hebt gezegd, oké, ik ga heel kort houden. Even de brief van Efeze lezen, samen lezen. En wij hebben de brief op stukjes gedeeld. En in de bistot, wij hebben de brief gelezen. En ik kan heel makkelijk deze brief lezen. Misschien, jullie hebben dit al eerder gedaan thuis. Maar Paul bracht ongeveer 3 jaar met lesgeven in Efeze. Wij kunnen dit lezen in de handelingen in het boek. Zijn bediening had een groot impact in het gebied. Deze brief is meer dan alleen een theologische presentatie aan een lokale kerk in Azië. Het is een tekst geïnspireerd door de Heilige Geest voor de volgelingen van Christus, met wie Paul heeft 3 jaar doorgebracht om het te onderwijzen uit de schriften. Dit is een brief voor liefde voor deze gelovigen. Het is interessant dat nadat Paul heeft daar 3 jaar gewerkt, lezen geven, hij schrijft later nog een brief aan deze. Maar ik denk dat, net als toen, vandaag zal de Heilige Geest ons ook leren van dit goddelijke geïnspireerde woord. Efeze was een belangrijk havenstad in Klein-Azië. Maar het was ook een afgodische stad. Het herbergde ook een van de architectonische wonderen van de oude wereld. De grote tempel van Artemis, Diana. Die was de vruchtbaarheidsgodin. En die tempel, dat was ook 4 keer groter dan de Pantheon. Jullie kunnen voorstellen wat waarde heeft gehad deze stad voor die tijd. Paulus schrijft deze brief vanuit huisarrest in Rome. Wij weten dat Paulus was gebracht naar Rome en daar was veroordeeld. En hij was geplaatst in de huisarrest. En hij schrijft om de gelovigen te versterken in hun christelijke geloof door de aard en het doel van de kerk, het lichaam van Christus, uit te leggen. Vanaf het begin zien wij dat Paulus schrijft met de autoriteit van een apostel. Hij opent zijn brief en zegt, Paulus, apostel van Jezus Christus, door de wil van God. Paulus is, en wij zien dat de wil van God wordt geïntroduceerd vanaf het begin van de brief. Paulus is een apostel door de wil van God. Ook worden de gelovigen in Efeze genoemd heilige en trouwe Christus in Jezus. Aan de heilige en gelovige in Christus Jezus. In deze gelovigen zijn op deze manier genoemd in tegenstellingen tot gelovigen in Galatië. Weten jullie de volgende brief in onze Bijbel? Galaten waren niet op deze manier genoemd. Eigenlijk, deze brief behandelt geen enkele theologische fout.
zoals de brief aan de Galaten. Of nog geen enige praktijkfout, zoals die aan de gelovigen in de Korinthe doet. Het lijkt erop dat de gemeenschap van gelovigen in Efeze een gezonde kerk was. En toch schrijft Paulus hen om Jezus Christus bekend te maken, om het plan van God en het werk van de Heilige Geest bekend te maken aan deze gelovigen. Ik denk dat wij kunnen hier een les leren. Het evangelie van Jezus Christus moet te alle tijden worden verkondigd. Of het nu in tijden van vrede is, of in tijden van moeite. In tijden van geestelijke kracht, of in tijden van geestelijke zwakte van de kerk. Het lichaam van Christus moet gevoed worden met de evangelie van Christus. De versen van 3 tot 14 kunnen veel onderwerpen worden besproken. Maar ik wil me richten op drie aspecten die worden benadrukt en belangrijk zijn voor de rest van de brief. In feite, in deze tekst van 3 tot 14, is een lange zin in de Griekse taal. Het is de langste zin die ooit in de oude Grieks is gevonden. Wij moeten beseffen dat in die tijd er waren geen punt en komma's in de Griekse taal. Dus het is soms moeilijk, en jullie gaan zien dat er zijn verschillende varianten om deze tekst uit Grieks in onze Bijbels te krijgen. Maar ik wil richten op drie aspecten uit deze tekst. En deze drie aspecten zijn het volgende. God heeft een doel en hij vervult zijn wil. Tweede, Jezus is het middel van de zegenen van de Vader en de Heilige Geest brengt zijn plan tot voltooiing. En derde, gelovigen in Christus zijn de begoedigden van zijn zegen om gereinigd te worden met God voor zijn glorie. De eerste aspect, of de eerste idee die is benadrukt en is gebracht in deze tekst. God heeft een doel en hij vervult zijn wil. Paul had het ontwerp van de brief in en brengt hier aan God de Vader voor de zegening die hij heeft geschonken aan de degenen die in Christus Jezus zijn. Hij begint vol van glorie. Gezegend zijn de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus. Gezegend zijn de God en Vader. En vandaag, wij hebben op dezelfde manier deze dienst geopend. Maar eigenlijk, Paulus verheerlijkt God op een Hebreeuwse wijze. Zoals in de psalmen, bijvoorbeeld psalm 103. Loof de Heer mijn ziel en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heer mijn ziel en vergeet niet een van zijn weldaden. Deze uitdrukking, gezegend zij God, wordt in het Nieuwe Testament alleen gebruikt met verwijzing naar God. Het hart van Paulus is vervuld van verwondering en aanbieding richting God voor de geestelijke zegening die hij heeft uitgestort over de gelovigen. Zijn wij ook bewust van de zegening die we hebben als gelovigen van Jezus Christus? Of voelen wij dat wij zijn ongelukkig? Joden en
Paulus zegt dat hij ons gezegend heeft. Zegt Paul, die ons gezegend heeft. Wie is ons? Wie is deze dat ons, wij zijn gezegend? Paulus, hij was een Jood, was inderdaad gezegend vanwege zijn etnische afkomst. Maar hij herinnerde Efezers, etnische Joden en heidenen samen, dat ze zijn ook gezegend door God. Joden en heidenen worden gezegend zoals God aan Abraham heeft beloofd. In uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Genesis 22. Ik wil jullie opletten dat God maakt een belofte. En ik wil dat jullie zien dat God heeft een belofte gemaakt. En deze belofte wordt vervuld. Maar wat is de aard van deze zegening? En Paulus zegt dat jullie zijn gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Vaak, we hebben moeite om Gods zegening te begrijpen. Gebeurt dat dit voor jullie ook? Dit is niet de eerste keer. Jullie kunnen zien dat God heeft Abraham gezegend en hem verteld dat alle naties gezegend zullen worden in zijn nageslacht. En de Joden heeft iets begrijpen aan dit. Maar ze hebben niet alles begrijpen. Dus in de tijd van Jezus, toen Jezus was op de aarde, zeiden ze tegen Jezus, wij zijn kinderen van Abraham. Maar wat zeide Jezus? Nee, jullie zijn niet. Jullie zien dat om Gods zegen te begrijpen, moeten we naar de schrift kijken om ze te kennen. We moeten niet naar de wereld om ons heen kijken en wegen of we wel gezegend zijn of niet. Wat zijn deze zegeningen? En in deze passage van 3 tot 14 kunnen wij vier belangrijke zegeningen onderscheiden. En ik wil kort noemen deze zegening. En Paul zegt dat we zijn door God de Vader uitverkoren in Christus Jezus voor de grondlegging van de aarde en voorbestemd om zijn kinderen te zijn. Tweede, in Christus hebben wij verlossing door zijn bloed en de vergeving van zonde. In Christus zijn we erfgenamen of een erfdeel geworden. In Christus zijn we verzegeld met de Heilige Geest, het merkteken van Gods eigendom. Paulus kijkt en spreekt over deze zegeningen die God over ons heeft gegeven. Wij moeten twee elementen die deze zegening opmerken. Ten eerste, God de Vader neemt het initiatief om deze zegeningen te verzekeren. Wij kunnen zien dat hij heeft ons gekozen en voorbestemd naar zijn wil. Wij zien opnieuw deze ding dat komt naar voren. Zijn wil. Door de verlossing en vergeving van zonde heeft God het mysterie van zijn wil bekendgemaakt. Alle dingen werken volgens het raadsbesluit van zijn wil. Wij zien dat God heeft besloten zijn plan in deze wereld uit te voeren. En er was en is niets dat
tegen zijn wil kan standhouden. Hij heeft een diep verlangen om deze zegening te brengen en hij heeft ook de macht om ze beschikbaar te stellen voor zijn uitverkoren volk. God de Vader neemt het initiatief om deze zegening te verzekeren. En daar is niks dat kan tegen hem standhouden. En een tweede element van deze zegeningen is dat de motivatie van deze zegening. Waarom doet God wat hij doet? Waarom hij zegent ons over zijn volk? En deze komt naar voren en wij zien versen 4 en 5. We zijn voorbestemd in zijn liefde. Hij heeft zijn genade bekendgemaakt in de geliefde. Hij heeft ons overvloedig zijn glorieuze en rijke genade geschonken. Er was geen externe factor die God aandreef om zijn zegening uit te storten, maar alleen zijn hart vol liefde. Zijn karakter is genadig en deze genade wordt gemanifesteerd naar zijn uitverkoren volk door Jezus Christus. Hier is geen verdienste of prijs voor de ontvanger, maar alleen de liefdevolle aard van God voor zijn volk. Ik wil dit punt afsluiten en benadrukken dat God heeft een doel. Hij heeft een plan en bij het vervullen van dit plan koos hij vrij mens om dit uit te voeren. Lieve broeders en zusters, jullie zijn hier niet door toeval, maar omdat God een doel heeft. Hij heeft jullie gezien en kent jullie voor de grondlegging van de aarde. En hij heeft jullie voorbestemd om iets glorioos te ervaren. Jullie zijn niet het onderwerp van toeval en willekeurig. Jullie zijn niet overgeleverd aan de macht van politiek, van sociale uitdagingen of economische chaos. Je bent gezegend door God, omdat hij een diep verlangen en een groot plezier heeft om dit te doen. Wij hebben gezien dat God heeft een plan. En Jezus is het middel van de zegen van de Vader en de Heilige Geest brengt zijn plan tot voltooiing. Jezus is het middel van de zegening van de Vader. En wij kunnen zien in deze tekst van versen 3 tot 14 dat er is een refrein dat constant herhaald wordt in deze passage. Hebben jullie ook opgemerkt welke is een uitdrukking die constant komt naar boven? En deze refrein is in Christus, in hem, in de geliefde. Eigenlijk, dit is bijna 14 keer geschreven. Paulus schrijft 14 keer in hem, in Christus. Christus is het middel waardoor Gods zegening beschikbaar wordt gesteld voor allen die in hem zijn. Christus is het middel waardoor alle zegening van God beschikbaar zijn gemaakt. We zien in deze tekst dat de hele drie-eenheid betrokken is bij het brengen van de zegening over de gelovigen. Maar de plaats waar deze zegeningen worden gemanifesteerd is een exclusieve plaats. Is in Christus. Hoe komen we in Christus terecht? Hoe komt iemand in Christus? En Paulus uitlegt en hij zegt over dit. En eigenlijk dit is het resultaat van de zegeningen die we van God hebben.
In vers 7, Paulus schrijft dat in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Verlossing. Verlossing, een heel belangrijk woord in de Bijbel. Wat is verlossing? Ik denk niet als wij gebruiken deze woord dagelijks in ons leven. Maar voor de evangelie van Christus te begrijpen, dit is een heel belangrijk woord. Een heel belangrijk thema in de Bijbel. Dit is de verlossing is een term die komt ook in het Oude Testament. En wordt gebruikt wanneer een slaaf werd vrijgekocht uit slavernij. Wij kunnen over dit lezen in Leviticus hoofdstuk 25. Dit betekent dat een man die slaaf was, kon vrijgekocht worden door iemand anders. En daarna hij heeft opnieuw kunnen vrijgelaten worden en nadat een prijs was betaald door zijn familie of door hemzelf. En wij zien dat wij zijn in Christus, in hem, wij hebben de verlossing. Dus wanneer we verlost zijn door Christus, worden we verplaatst van het domein van de zonde door Christus naar zijn domein. Van duisternis naar licht. Van kinderen van toorn om met Christus gezegend te zijn in de hemelse plaatsen. Wij kunnen dit lezen later in deze brief, in hoofdstuk 2, versen 4 en 6. Maar verlossing betekent een andere eigendom. Een andere heer. Verplaatsen van een plaats van duisternis in een plaats van licht. Het is niet alleen zodat we een andere eigendom hebben, maar door Christus worden onze zonden ook vergeven. Met andere woorden, onze schuld voor God, onze misdaad is weggenomen door het bloed van Jezus Christus. Later in deze brief gaat Paulus in op wat deze verlossing meer betekent. Maar een ding is zeker, onze verlossing is compleet. Toen Paulus schrijft, hij schrijft in de verleden tijd, in hem hebben wij de verlossing. De verlossing is actief, is nu. De verlossing gebeurt nu. Onze verlossing is compleet. Onze zonden zijn vergeven. En dit niet door ons werk of verdiensten, maar overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. In hem hebben wij de verlossing, de vergeving van de overtredingen. Maar wanneer Paulus prachtig spreekt over het werk van Christus, stopt hij niet bij onze verlossing en vergeving van zonde. Hij gaat verder met praten over een grotere plan van God. En hij praat over een grotere plan van God die hij heeft in Christus tot de voltooiing te brengen. En deze plan is, in vers 10, is dat om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemels als wat op aarde is. Paulus verheerlijkt en zegent God voor wat hij heeft gedaan, wat hij doet en wat zal worden gedaan in Christus, wanneer alle dingen onder zijn volledige heerschappij zullen komen. We maken nu deel uit van zijn heerschappij door zijn verlossing. Maar op een dag zal de gevallen wereld die we
om ons heen zien, worden gesteld en ook onder zijn heerschappij worden gebracht. Wij zijn deel van zijn heerschappij. Maar op een dag, de gevallen wereld die is ons heen, zullen gesteld worden. De uitdrukking uit vers 11, Paulus zegt, in hem zijn wij ook een erfdeel geworden, is moeilijk te vertalen. In het oorspronkelijke Grieks is dit een woord. En het kan worden vertaald zoals hier in de Nederlandse vertaling, we zijn een erfdeel geworden, of het kan vertaald worden, we hebben een erfenis ontvangen. Eigenlijk de Engelse vertaling, ESV, vertaald in de laatste vorm. Maar beide interpretaties zijn niet vreemd in de gehele context van de schrift. Bijvoorbeeld in Psalm 135, vers 4 zegt, van de Heer heeft zich Jacob verkoren, Israël als zijn persoonlijk eigendom. En in 1 Petrus 1, vers 3, zegt Petrus, geprijzen zijn de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed, worden door een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een overhankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Dus wij kunnen deze zien in twee manieren begrijpen. Maar het woord van een bezit van God, het worden van een bezit van God, heeft twee perspectieven. Er is een goddelijke perspectief. En wij zien dat Paulus zegt dat wij, de goddelijke perspectief is wij die daartoe voorbestemd waren naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig die raad van zijn wil. Een goddelijke perspectief. Dus God heeft dingen voorbestemd. Maar er is ook een menselijke perspectief. En Paulus zegt over wij die al eerder onze hoop op Christus hadden gevestigd. En we zien nog beter hoe het goddelijke werkt en de menselijke verantwoordelijkheid samenwerken in vers 13. In hem ben u ook nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Gods plan sluit de verantwoordelijkheid van mensen niet uit. God heeft een plan, maar wij als mensen zijn verantwoordelijk hoe wij beantwoorden naar de plan van God. Door te luisteren naar het woord van waarheid, het evangelie van onze redding, en te geloven in hem, zijn we nu gezegeld, verzegeld met de Heilige Geest. Met andere woorden, de Heilige Geest is het merkteken van de nieuwe eigendom. Het is het voorschot van de volledige erfenis die we op een dag zullen ontvangen. Herinner je je wat we eerder zeiden, dat we ten alle tijden het evangelie moeten verkondigen? Door de evangelie te verkondigen is er ruimte voor geloof om in onze harten te werken en voor de Heilige Geest om ons leven te transformeren. God heeft een plan, God werkt door Jezus Christus, God werkt door de Heilige Geest. Maar wij zijn geroepen om de evangelie
in onze harten te krijgen en onze trouw in Jezus te zetten. Wij hebben gezien dat God heeft een plan en hij houdt voor deze plan. Tweede, wij hebben gezien dat God doet zijn plan door Jezus Christus en door zijn Heilige Geest. En derde, gelovigen in Christus zijn de begoestigden van zijn zegen om herenigd te worden met God voor zijn glorie. Paulus schrijft zijn brief aan de heiligen en gelovigen in Christus. En dit is belangrijk om te weten en om te begrijpen. Het is niet een brief geschreven aan iedereen, aan iedere mens. Paulus schrijft een brief aan de kerk. En gelovigen zijn de geadresseerden voor deze brief en voor de zegeningen van God. En hoeveel het duidelijk is, is het noodzakelijk om dit aspect te benadrukken. Niet iedereen heeft deel aan deze zegeningen. Sommigen, als wij zien in hoofdstuk 2, zijn kinderen van toorn. En anderen zijn kinderen van God. Niet iedereen van deze aarde is een kind van God. Dit thema van een kind van God, een kind van God te zijn, wordt heel vroeg in de brief geïntroduceerd. Als we kijken bijvoorbeeld in vers 2, wordt God genoemd onze Vader. Maar later in vers 3, God is Vader van onze Heer Jezus Christus. Later in vers 5 zegt Paulus, hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf. Maar wij moeten herinneren opnieuw, we zijn niet geworden wat wij zijn geworden wat wij niet verdienden. Wij zijn geworden wat wij niet verdienden. We zijn geworden wat we hebben ontvangen door genade van de diepe verlangen van God, die is voor ons geweest. We zien ook duidelijk in deze opening van deze brief dat deze zegen niet eindigen bij ons en voor ons welzijn. Maar hij heeft ons uitverkoren opdat wij heilig en smeteloos voor hem zouden zijn. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden tot de lof van de heerlijkheid van zijn genade. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden, opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. En in hem bent u verzegeld met de Heilige Geest van de gelofte, tot lof van zijn heiligheid. Wij zijn niet gezegend voor onszelf, voor ons welzijn, maar wij zijn gezegend voor hem, tot lof van zijn heiligheid. Nog een aspect van de zegening dat ik wil noemen is dit, dat wij zijn nu op dit moment gezegend, maar nog niet voltooid. En wij zien deze aspect in de Bijbel heel vaak. God heeft een plan, hij uitvoert zijn plan, maar het is niet volledig uitgevoerd. We wachten op een moment waarop alle dingen in de hemel en op aarde in Christus verenigd zullen worden. En wij hebben gezien dat de Heilige Geest is de voorschot op wat komen gaat. Maar het gaat iets later meer komen.
maar deze zegeningen zijn echt. Dus deze zegeningen hebben ook een aspect die wordt voltooid in de toekomst. Wij moeten deze ding herinneren. Wij zijn gezegend. Wij zijn gezegend in Jezus Christus, in de hemelse gewesten. Maar wij zijn niet op deze aarde volledig gezegend. Er komt iets meer. Aan het einde van deze woord, ik wil herinneren aan jullie dat Paulus zat in huisarrest na een leven van bediening. Een bediening die helemaal niet makkelijk was voor hem. En toch, hij schrijft aan de gemeente in Efeze: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegenen in de hemelse gewesten in Christus. Paulus was in huisarrest en hij praat en hij schrijft met een volle hart aan de eer van God de Vader. Ondanks beperkingen, ondanks teleurstellingen, proefde Paulus de zegening van God. Wees bereid om hier meer van te leren terwijl je door deze brief gaat. En om zo volledig te proeven in jouw persoonlijke leven en in het leven van de lokale kerk. God de Vader heeft ons gekozen. God de Zoon heeft ons verlost. En God de Geest heeft ons verzekerd. Laten we de drie enige God aanbidden. We zijn gemaakt om te loven en onze harten zullen alle tevreden zijn wanneer we deze God beginnen te prijzen die ons gezegend heeft. Amen.